Goedendag, mijn naam is Michael Rummerman en ik ben arts klinisch farmacoloog, werkzaam in het Amsterdam UMC. En namens Recipe Pharmacotherapie bieden wij u de collegereeks over cardiovasculair risicomanagement en hart- en vaatziekten aan. In dit deel, de antidiabetica. In deze inhoudsopgave ziet u waar dit deel zich verhoudt tot de andere delen uit deze college reeks. Als we eerst eens gaan kijken naar welke antidiabetica er in Nederland op de markt zijn, dan zien we dat deze kunnen worden verdeeld in zes groepen: de biguaniden, de sulfonylureum-derivaten, ook wel de SU-derivaten genoemd, de SGLT2-remmers, de GLP1-agonisten, de DPP4-remmers en de insulines. Laten we deze geneesmiddelen in iets meer detail gaan bekijken. In de eerste groep zien we de biguaniden. Waarbij we in Nederland eigenlijk alleen de metformine kennen. Dit geneesmiddel werkt op drie verschillende manieren. In het verlagen van de glucose. In eerste instantie remt het de gluconeogenese en de glycogenolyse in de lever. Het zorgt er eigenlijk voor dat er minder glucose vrijkomt uit de lever, waardoor dus de glucoseconcentratie in het bloed lager wordt. Daarnaast zorgt het ervoor dat er een, de perifere insulinegevoeligheid verbeterd wordt. Wat, iets wat direct aangrijpt op patiënten die type 2 diabetes hebben, namelijk omdat deze een sterk verminderde perifere insulinegevoeligheid hebben. Wat betekent dit nou in detail? Nou, op het moment dat iemand uh, uh, insuline ongevoelig is, betekent dat eigenlijk dat er meer insuline nodig is om dezelfde hoeveelheid glucose een cel in te krijgen. Dit kan zijn in een spiercel of in een levercel of in een vetcel. De metformine verbetert deze perifere insulinegevoeligheid. Dat betekent eigenlijk dat er met dezelfde hoeveelheid insuline meer glucose de cel in verplaatst kan worden. Of eigenlijk dat er minder insuline nodig is om dezelfde hoeveelheid glucose de cel in te pompen. Daarnaast weten we dat metformine ook zorgt voor een verhoogd glucosegebruik in de darm. En ook voor de release of het vrijkomen van GLP1, een belangrijk hormoon. Wat we in een van de latere dia's zullen gaan bespreken. De belangrijkste bijwerkingen bij metformine zijn diarree en misselijkheid. We weten dat ongeveer 5% van de patiënten deze geneesmiddel überhaupt niet verdraagt, ook niet in de lagere dosering, en 15 tot 20% van de, de, van de bevolking de maximale dosering niet verdraagt, in verband met deze bijwerkingen. Een hele belangrijke, maar niet zo vaak voorkomende bijwerking is een laktataasidoose hele gevaarlijke situatie waarbij er een verhoogding van lactaat ontstaat, met name bij patiënten die ernstig ziek zijn met een slechte nierfunctie. Het voordeel van die metformine is dat het niet leidt tot gewichtstoename of een hypoglycemie, wat de volgende geneesmiddelen vaak wel hebben. We moeten wel goed opletten op patiënten die ernstige nierfunctiestoornissen hebben, met name bij een EGFR onder de 30 en daarvoor moeten we eventueel dosisaanpassingen gaan doen. De kosten van deze geneesmiddelen bedragen ongeveer 40 euro per jaar. Hier zien we nogmaals de effecten van metformine in de verschillende orgaansystemen. In de spieren zorgt het voor een verhoogde perifere insulinegevoeligheid, waardoor er meer glucose wordt opgenomen. In de lever remt het de gluconeogenese, wat onder andere zorgt dat er minder glucose vrijkomt, maar wel dat er meer pyruvaat en lactaat vrijkomt, wat uiteindelijk kan leiden tot een lactaatacidosis darm zien we dat er meer glucose wordt gebruikt en dat er uh, GLP1 vrijkomt door het gebruik van metformine. De tweede groep bevat de sulfonylureumderivaten, ook wel de SU-derivaten. De belangrijkste in Nederland zijn de glyclazide, de tolbutamide, de glipizide, en de glimiperide. Deze geneesmiddelen werken omdat ze de glucoseafhankelijke insuline secretie in de beta-cellen van het pancreas stimuleren. Wat betekent dit nou? We zien eigenlijk dat de beta-cel in de pancreas, die zorgt voor de insuline secretie. Normaal gesproken geeft een beta-cel alleen insuline af, op het moment dat hij een hoog glucose signaleert in het bloed. Maar Deze middelen die bypassen dat systeem, en die zorgen er eigenlijk voor dat die beta-cellen, ongeacht van de glucose, insuline afgeven. Een belangrijke bijwerking die hierdoor ook kan komen op het moment dat SU-derivaten worden genomen als iemand niet genoeg heeft gegeten of niet heeft gegeten, zijn de hypoglycemie. Omdat het pancreas meer insuline vrijmaakt, losgeeft, dan zien we ook dat patiënten met name in de eerste paar maanden een gewichtstoename hebben van ongeveer 2 kilo. Dit komt erdoor omdat die, in, uh, die insuline ervoor zorgt dat glucose wordt opgenomen in verschillende cellen Waaronder ook in het vet. Belangrijke interacties met SU-derivaten zijn die met beta-blokkers. Ze zorgen er namelijk voor, de beta-blokkers, dat de hypoglycamie die kan optreden bij de SU-derivaat wordt gemaskeerd en ook dat het herstel uit een hypo vertraagd wordt. Als we eerst eens gaan kijken naar die maskering van de hypo, dan weten we dat uh, de SU-derivaten een hypo kunnen geven en dat mensen met een hypoglycamie. Uh, deze vaak herkennen door de sympathische, systeem, uh, sympathische klachten, zoals bijvoorbeeld een tachycardie en het zweten. Aangezien die beta-blokkers sympathicusblokkers zijn, voelen patiënten deze symptomen dus minder goed aan. Het tweede aspect, namelijk het herstel van de hypovertragen, komt met name omdat beta-blokkers ook ervoor zorgen dat het vrijkomen van glucose onder andere uit de lever verminderd wordt waardoor dus iemand moeilijker uit zo'n hypo kan komen. De kosten voor deze geneesmiddelen bedragen ongeveer 20 euro per jaar. Hier zien we zo'n beta-cel, in het lichtblauw aangegeven. En in een normale situatie zal zo'n beta-cel registreren hoeveel glucose er in het bloed aanwezig is en afhankelijk daarvan een zekere hoeveelheid insuline vrijgeven. SU-derivaten verstoren dit hele systeem. En die zorgen er dan ook voor dat die beta-cel onafhankelijk van de glucoseconcentratie in het bloed insuline zou blijven afgeven. Stimuleert dus simpelweg het beta-cel om alleen maar insuline vrij te, te geven. De derde, of het derde geneesmiddel uit deze, uh, binnen deze uh, antidiabetica zijn de sodium glucose co 2 remmers Ook wel SGLT-2-remmers genoemd. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen aan de stofnaam die eindigt op gliflozine. Zo hebben we karaglyfosine, empaglyfosine, dapaglyfosine. Deze geneesmiddelen werken omdat ze de natriumglucose cootransporter 2 in de proximale tubulus remmen, zoals de naam eigenlijk al zegt. En omdat dit geremd wordt, zal er meer glucose worden uitgeplast in de urine en zal er dus minder glucose in het lichaam aanwezig zijn. Belangrijke indicaties zijn er eigenlijk drie. Naast de diabetes mellitus type 2 wordt het ook ingezet bij chronisch hartfalen en ook bij chronische nierschade. Bij patiënten die twee of drie van deze ziektebeelden hebben, heeft het geneesmiddel op twee of drie de ziektebeelden een effect. Belangrijke bijwerking bij dit geneesmiddel zijn urogenitaal infecties. Omdat een patiënt meer glucose uitplast. En die glucose een mooie kweekbodem is voor bacteriën, zien we dat deze genitale infecties vaker voorkomen. Omdat er veel glucose wordt uitgeplast en daarmee ook veel vocht wordt uitgeplast, zien we dat patiënten hypotensief duizelig, eh, duizelig kunnen worden en daar uiteindelijk ook van kunnen vallen en een fractuur kunnen eh, oplopen. Een andere belangrijke bijwerking bij s 2 remmers is de euglykemische diabetische ketoacidose. Vooral bij patiënten die te weinig koolhydraten eten. Denk bijvoorbeeld aan patiënten die aan het vasten zijn. In dit geval zien we dus wel ketone, maar ook een normaal glucose. Wat afwijkt van de typische diabetische ketoacidose. Een belangrijke interactie met SGLT2-remmers is met diuretica en in het bijzonder de lisdiuretica. Met name omdat beide geneesmiddelen. Eh, een, ja, een diuretisch effect hebben en elkaar dus kunnen versterken daarin. De kosten van deze geneesmiddelen bedragen ongeveer 380 euro per jaar. Hier zien we hoe het glucoseverlagend effect van het geneesmiddel uh, ja, werkt. De SGLT2-remmer werkt in de proximale tubulus, waarbij normaal gesproken glucose, die gele bolletjes, worden geresorbeerd, maar die SGLT2-remmer er eigenlijk voor zorgt dat die uh, transporter wordt geblokkeerd. Waardoor de glucose niet kan worden opgenomen, het tubulus systeem volgt en uiteindelijk in de urine uitgeplast wordt, naast de effecten voor de diabetes heeft het geneesmiddel ook veel effecten voor het hartfalen. Het hartfalen eh, vindt het ook prettig dat eh, de nier meer eh, uitplast, onder andere natrium en glucose, waardoor de prilood op het hart verlaagt. Andere effecten waar het hart eh, positief op gaat, is het verlagen van de afterload. We zien namelijk dat s 2 gemmers remmers ook vasodilatatie geeft en de verbetert en de sympathische tonus vermindert. Daarnaast weten we ook dat er minder fibrose in het hart optreedt, onder andere door meer erythropoëse... en verminderde inflammatie in het hart. Als laatste weten we ook dat de hypertrofie in het hart verlaagt en ook de zuurstofvraag in het hart minder wordt, onder andere door het vrijkomen of het Lyseren van vet en dat er ook minder epicardiaal vet ontstaat rondom het hart. De vierde groep geneesmiddelen zijn de GLP-1 agonisten, ook wel de glucagon-like peptide 1 agonisten. Deze geneesmiddelen zijn te herkennen dat de stofnaam eindigt op glutide. Enkele uitzonderingen daar gelaten. Onder andere dulaglutide, liraglutide en semaglutide. Deze geneesmiddelen werken onder andere doordat ze de eh, op een glucoseafhankelijke manier de insuline secretie in de beta-cellen stimuleren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de SU-derivaten die het op een glucoseonafhankelijke manier delen. GLP-1 agonisten die zorgen er dus voor dat de pancreas de beta-cellen meer insuline vrijgeeft, maar nog wel kijkt hoeveel glucose er in het bloed aanwezig is. Daarnaast zien we dat de GLP-1 agonisten de glucagonafgifte onderdrukken, de maaglediging vertragen, waardoor vaak iemand minder gaat eten en iemand ook een, een, een verzadigingsgevoel uh, dat iemand wat meer voelt, dat er meer uh, gevoel daarvoor is. Deze geneesmiddelen zijn met name bedoeld voor diabetes mellitus type 2, mogelijk ook voor type 1. Worden de laatste jaren, de laatste maanden, met name gebruikt voor obesitas? Deze geneesmiddelen, ook wel bekend onder de naam Ozempic, zijn op sociale media bijvoorbeeld heel erg bekend. De belangrijkste bijwerkingen bij deze geneesmiddelen zijn misselijkheid, braken en diarree en andere gastrointestinale klachten. Aan de hand van de werking van deze geneesmiddelen kan je eigenlijk al een beetje verwachten waarom. Het heeft een toename van het verzadigingsgevoel. Maag wordt minder snel geledigd, wat uiteraard wat misselijkheidsklachten en diarreeklachten kan veroorzaken. Een groot voordeel van uh, deze, dit geneesmiddel is dat we dat patiënten erdoor kunnen afvallen tot wel enkele kilo's. Een van de nadelen is dat deze GLP-1-agonisten vooral subcutaan toegediend moeten worden, met name om de effecten van de gewichtsafname te krijgen dient de subcutane versie te worden gebruikt. De semaglutide heeft op dit moment ook een orale variant. Echter, omdat er een hele lage biologische beschikbaarheid is van dit geneesmiddel, zal je dat op gezette tijden zonder eten moeten innemen. En zien we ook de effecten, onder andere gewichtsopname, stukken minder. De kosten, als deze geneesmiddelen al voorradig zijn, zijn ongeveer 1000 tot 1500 euro. Per jaar per patiënt. Hier zien we nog wat andere effecten van deze GLP-1. Die GLP-1 moet je zien als dat kale snoer, wat verschillende effecten heeft. Het heeft onder andere een verbetering van de myocardiale contractie. Het heeft invloed op de hartfrequentie en op de glucoseopname. Onder andere glucoseopname ook in de spieren. Het zorgt voor vasodilatatie, het uitplassen van natrium. Uh, meer glucoseopname in de vetcellen en in de lever. Een tweede geneesmiddel dat hierop lijkt zijn de DPP-4-remmers. DPP-4 is ook een soort packmannetje wat wij al in ons lichaam hebben. En DPP-4 breekt dat kralensnoer, de GLP-1, eigenlijk af. En omdat die GLP-1 met name subcutaan moet worden toegediend, maar er wel remmers zijn van die DPP-4... Wat er uiteindelijk voor zorgt dat er meer eigen GLP-1 in ons lichaam aanwezig is, is dat ook op de markt gekomen. Dus door het remmen van het PEC-manager, haal je meer lichaams-eigen GLP-1 over. En dat is het vijfde geneesmiddel wat uh, wordt voorgeschreven: de peptidase 4 antagonisten Deze geneesmiddelen die kan je herkennen aan dat de stofname eindigt op -gliptine, zoals linagliptine. Saxagliptine, Cytagliptine en vildagliptine. Deze geneesmiddelen werken dus eigenlijk een beetje vergelijkbaar als de GLP-1 agonisten. En daarmee stimuleren ze dus de glucoseafhankelijke secretie door de beta-cellen en onderdrukken ze ook de glucagonafgifte. Deze geneesmiddelen zijn echter veel minder effectief dan de GLP-1 agonisten. We remmen immers alleen maar de afbraak van een stofje. Bij een GLP1-agonist kunnen we een uh, enorme uh, toename geven van het aantal GLP1 in ons lichaam. De bijwerkingen bij deze geneesmiddelen zijn met name gastrointestinaal van aard, weerom weer uh, misselijkheid, braken en diarree, maar zijn er ook wat aanwijzingen dat er uh, een hoog risico op wat griep- en verkoudheidsverschijnselen zijn en infecties op de bovenste luchtwegen. Met deze geneesmiddelen zien we eigenlijk nauwelijks gewichtsafname, in tegenstelling dus tot die GLP-1 agonisten. De kosten voor deze geneesmiddelen bedragen ongeveer 500 euro per persoon per jaar. De laatste groep geneesmiddelen binnen de antidiabetica zijn de insuline. Binnen de insuline zijn er heel veel verschillende vormen. We kunnen ze grofweg opdelen in kortwerkende, middellangwerkende insulines en langwerkende insulines. Hierboven kunt u er een aantal daarvan zien. De werking van insuline is eigenlijk analoog of een substitutie van onze eigen insuline. Alleen, onze eigen insuline werkt relatief kort. In de fabriek zijn die insulines middel dan wel langwerkend gemaakt. De belangrijkste bijwerkingen van deze insuline zijn hypoglycemie. Met name als iemand te weinig heeft gegeten. Daarna zien we ook dat patiënten, met name in het begin van de behandeling, een forse gewichtstoename krijgen van ongeveer 2 tot 4 kilo. Eigenlijk omdat die insuline er wederom voor zorgt dat de glucose meer wordt opgenomen in vetcellen en spiercellen. En op de plaats waar de insuline wordt gespoten, dan kan er nog wel eens een vetverstoring, ook wel een lipodystrofie, optreden. De belangrijkste, insulines, de belangrijkste interacties met insuline zijn weer via de beta-blokkers. Vergelijkbaar als de interactie met de SU-derivaten. De toedieningsvorm is subcutaan. Aangezien er zoveel verschillende soorten insulines zijn, zijn ook de kosten enorm wisselend per vorm. Hier zien we een aantal voorbeelden van insulines en met name hoe lang ze werken. En de humuline regular die werkt ongeveer 8 uur. De novorapid is een heel snel werkend middel, ...want de piek heeft nou ongeveer een half tot een uur. En maximaal 4 uur lang doorwerkt. Maar aan de andere kant hebben we ook heel lang werkende middelen. De Tresiba of de Toujeo, die werken wel meer dan 24 uur. die geven dus een hele stabiele afgifte van insuline. In de afgelopen slides hoop ik u een aantal anti-diabetica te hebben verteld wat de belangrijkste werkingen en bijwerkingen zijn en ik hoop u in een volgend deel weer terug te zien. Fijne dag.